Hi, welkom in mijn keuken en welkom bij Maison Viridi. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe receptvideo. Ik ben Kirsten en ik kook graag from scratch. Want alles dat je in de winkel kunt kopen, kun je ook gewoon zelf maken. En ik wil je laten zien dat vegan koken niet alleen heel lekker is, maar ook nog eens niet ingewikkeld hoeft te zijn. Vandaag ga ik je een heel makkelijk recept laten zien, wat ook nog eens heel erg feestelijk is. Ik maak vandaag namelijk vegan chocoladetruffels. Super lekker als toetje, bij de koffie of natuurlijk gewoon tussendoor. Het lijkt misschien heel ingewikkeld om zelf chocoladetruffels te maken, maar dat is het echt niet. En ze zijn ook nog eens heel makkelijk helemaal plantaardig te maken. Ik laat het je zien. Laten we beginnen met het recept. Chocoladetruffels zijn gemaakt van een ganache. Dat is een mengsel van slagroom en chocola. Dit ga ik dus als eerste maken. Hiervoor doe ik vegan room in een pannetje. Ik gebruik hiervoor gewoon de normale vegan kookroom die geschikt is om te verwarmen. Dus niet de vegan slagroom. De vegan room breng ik op middelhoog vuur aan de kook. Ondertussen heb ik hele pure chocola in een bakje gedaan. Meestal is deze wel vegan, maar check natuurlijk altijd even goed de verpakking. En breek de chocola in kleine stukjes, dan kan die namelijk makkelijker smelten. Bij de chocola doe ik een klein beetje plantaardige boter. Dit maakt de ganache namelijk lekker romig. Romig? Als de vegan room aan de kook is, haal ik deze van het vuur. En deze giet ik over de chocola en de plantaardige boter. Ik laat dit nu heel even staan, zodat de chocola en de boter goed kunnen smelten door de hitte van de room. Met een spatel roer ik de ganache vervolgens door, zodat alle stukjes chocola goed gesmolten zijn en je een mooie gladde ganache krijgt. De ganache is nu goed gemengd. Deze mag nu afgedekt in de ijskast minimaal 2 uurtjes staan om op te stijven. Maar nog beter is het om het een hele nacht op te laten stijven. Dat maakt de chocoladetruffels dus ook heel makkelijk om van tevoren te maken. A few moments later. De ganache heeft nu lang genoeg in de ijskast gestaan. Tijd om de chocoladetruffels te maken. De vegan ganache verdeel ik in gelijke porties met een lepeltje. Ook heb ik 2 losse schaaltjes klaargezet met erop geraspte kokos en cacaopoeder. Met het lepeltje en mijn handen vorm ik de ganache nu tot bolletjes. Maar je kunt de truffels natuurlijk in elke vorm maken die jij lekker vindt. De helft van de bolletjes rol ik door de cacaopoeder en de andere helft rol ik door de geraspte kokos. Zo krijg je 2 soorten truffels met cacaopoeder en met kokos. That's it! Zo maak je zelf heel gemakkelijk vegan chocoladetruffels. Wil je dit recept voor vegan chocoladetruffels nog een keer rustig nalezen? Check dan de link in de beschrijving hieronder. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op Maison Viridi. En deze video te liken, commenten en ring de bel als je vaker receptvideo's van mij wilt zien. En als je nog vragen hebt, laat het dan vooral hieronder weten in de comments. Ik zou zeggen, tot de volgende Maison Viridi en bon appétit! Opnieuw? Nou, dat moet opnieuw, dat ging ook heel slecht.